Welkom mensen op het internet. Deze keer een Volkswagen Passat GTE. En ik heb 2 dagen de tijd om de wagen aan te pakken. Vroeger hadden we een reclame, dat werd ons genoemd, even een vlekje wegwerken. Nou, in dit geval is het meer dan 1 vlek, het is 1 hele grote vlek. De auto zit helemaal onder de uitgebeten lak door een verkeerde chemische samenstelling van een goedje wat er overheen gegaan is, wat de blanke lak heeft doen uitbijten. Ik heb gewoon echt 2 dagen nodig om de hele wagen weer aan te pakken. Alleen de buitenkant. In het interieur hoef ik niks aan te doen. Ja goed, ik haal er even de stofzuiger erheen. En ik doe de ramen even. Maar het gaat puur echt om het exterieur. Het is compleet uitgebeten. Maar ook echt alles. Dus alle hoekjes en gaatjes en kiertjes zal ik moeten gaan polijsten. Om dat te gaan corrigeren. Zover het materiaal dat nog toelaat. Want het zit er al een poosje op. En ik had de vorige keer, toen de klant over de vloer kwam, had ik al een klein stukje gedaan. En daar heb ik het weg kunnen krijgen. Hier heb ik een stukje waar de glans weer helemaal tip-top is. De wagen heb ik inmiddels gewassen. En ik heb wat plaatdelen heb ik even wat droog gemaakt om te kunnen laten zien wat de schade is. Dus ik ga even de camera oppakken. En dan begin ik met de nieuwe shot. Dat is wat makkelijker, dat is wat prettiger in de overgang. En dan laat ik je de schade even zien. Moment. Zoals gezegd zal ik de schade even laten zien. Nou goed, je ziet het al, hè. Het is 1,5 vlek. En de wagen is gewassen. Hij heeft al lakdieptereiniging gehad. Je ziet hier van, want er is een vorige poetser geweest die het getracht heeft te verwijderen. En als je goed kijkt, kijk, hier heb je hem. Hier zie je zo'n typische poetsbaan, polijsbaan van verkeerd machinaal polijsten. Je ziet hem hier zitten. Zo, die 2 strepen zo. Dan zal ik hem even heen en weer wagen. Dan zie je hem. Jammer, had niet nodig geweest. Ook hier weer de zijkant. Hij zegt echt helemaal vol zit hij. Kun je dat goed zien hier? Ja, met andere reflectie even opzoeken. En nu zie je de bovenkant van de deur, maar zo is de gehele deur. Gaan we even naar de achterkant. Ik zal hem even omdraaien, zo is wat makkelijker. En dan hebben we hier de klep. En hier had ik een stukje gedaan. Met waar ook de vorige polijster ook hier door de lak heen gegaan is. Er is een witte streep op de lak. De lak op het randje is weg. Maar goed, ook dat ga ik even corrigeren. Het is een leuk project voor de komende dagen. De komende 2 dagen. Het is ook echt een uitdaging. Maar dat mag de pret op zich niet drukken. Ik zet de camera weer even terug in de houder en dan zie ik je zo terug. Nou, je hebt de schade kunnen zien zitten en die is behoorlijk omvangrijk. Over de hele auto, ook op het dak, dit gedeelte. Dit is dan een glazen dak, daar heb ik geen last van. Maar hier op dit ook is het compleet uitgebeten. Wat ik al aangaf, het maakt de uitdaging niet kleiner of groter. Het is een leuke uitdaging. Ik ga mijn werk doen voor de komende 2 dagen en dan uiteindelijk kom ik terug om het laatste stukje even toe te lichten wat er allemaal gebeurd is. En dan krijg je uiteraard daarna van mij het bekende rondje van de zaak. Maar dat is voor later. Dus voor zover tot nu. Ik ga aan de slag.
Zo, eerste dag zit erop. Morgen dag 2. Dan gaan we verder met het prepareren van de lak. Morgen nog één keer polijsten. En dan ontvetten in de Xeon sealant wax zetten. Ramen gaan in de Xeon autoruit coating. En dan nog even uitstofzuigen, bandjes, velgjes, etcetera, etcetera. Maar goed, dat is voor morgen. Het is nu inmiddels tegen 6:30. Dus ik vind het leuk geweest. Morgen weer een dag. Tot later. De Passat GTE is klaar. Hij kan naar de eigenaar. Afgelopen 2 dagen bezig geweest met lakherstel. Lakschade, zoals je in de vorige beelden gezien hebt, door velgenreiniger die over de auto compleet is gekomen. Foutjes zit in een, kunnen altijd gebeuren. Ongelukje zit in een klein hoekje. Ja, goed, met gevolgen dat de hele auto, alle lak, blanke lak, delen was helemaal uitgebeten. Dus ik heb inderdaad 2 dagen aan het polijsten geweest om de lakschade eruit te halen. En uiteindelijk heb ik heb hem in een aantal stappen moeten polijsten, ontvetten. En ik heb de Xeon sealant wax opgeplaatst. Tevens de ramen voorzien van Xeon autoruit coating. Waardoor dus je ruitwisselbladen niet meer hoeft te gebruiken. Even uitgestofzuigd en de raampjes binnenkant, buitenkant gedaan. Dit was het weer zover. Bedankt voor je aandacht en wellicht tot de volgende keer. En je krijgt nu van mij nog het bekende rondje van de zaak. Tot de volgende keer. Ciao.